En zo. Ik wil even het grootste applaus van vanavond voor Tilasmi. Wil ik even naar voren hebben. Kan dat op dit moment of niet? Is het een... We hebben van de week en vandaag ook weer hele zware gesprekken gehad. En Tilasmi en ook Ilse, want ja, het is ook voor Ilse eigenlijk dit nummer. Hè? Want jij bent die vader die in het veld heen komt lopen allemaal. Ook jij dank, hè, Ilse. Dan, sorry, gaat de camera niet in op jou. Het is zwaar. En hij is dus nu al zo langzaam met Ilse onderweg om dit aan ons te geven. Hij is voor mij degene die de personificatie is van leiderschap. Persoonlijk leiderschap, ik ga het doen. Maar je merkt gewoon op een gegeven moment dat het tegen zit. En dat je denkt van ja, fuck, wat doe ik het voor? En ik denk dat je het doet voor die mensen thuis die nu meekijken. En die ook voelen van luister. Ik voel mee met die gast. Ik voel mee met hem. Hoe kan ik hem helpen? Tilasmi, hoe kunnen we je helpen? Ja, Robert, de microfoon doet het. Ik vind je presentatie echt waanzinnig. Ik ben blij dat je bent gekomen vanavond. Echt super. Nou ja. Ik ben het begonnen omdat ik voel dat er een noodzaak is om die verandering te brengen. En iedereen zit te wachten tot iemand anders het gaat doen. Ja. Nou, dat heb je al duidelijk gemaakt. Dan moet ieder onze eigen verantwoordelijkheid gaan nemen. En dat heb ik genomen. Dit organiseer ik daarom. Ik hoop met al deze opnamen in ieder geval een erfenis achter te laten. Een document dat mensen iedereen kan bekijken, hè, over wat geld is. Hoe de systemen werken eigenlijk. En de maatschappij ontmenselijken. En ik hoop inderdaad dat mensen dat kan bereiken dat we het anders kunnen gaan doen. Want de oplossingen liggen er ook allemaal. Ja, ja. Ja? Dat is heel belangrijk, want je kan ergens tegen zijn, maar waar ben je voor? He? Prachtig. Ja, ja. En dat is ook de boodschap van, if it is to be, it is up to me. Dat iedereen voelt van, oké, ik wil wat doen, ik moet wat doen, maar hoe kan ik het doen? En ik denk dat we een katalysator nodig hebben, zoals jij. Maar waar kunnen wij terecht? Wat heb je nodig, zodat we jou kunnen helpen? Nou, ik weet niet... Dit is niet een zaak die voor mij is bedoeld. Ja, wat ik hier probeer te bereiken is dat mensen van binnen iets veranderen. Wakker worden. Want ik wil graag dat we allemaal vrije mensen zijn. Ik wil graag in een maatschappij leven van vrije mensen. Ik wil graag in een maatschappij leven waar we elkaar niet uitbuiten. Ja, prachtig. Ja, dus je doet het niet voor mij. Ik bedoel, wij zijn een maatschappij. Wij zitten hier met elkaar omdat we met elkaar samen willen leven op een hele fijne, gezonde en leuke manier. Ja. En een eerlijke manier. Nou, dus als je, ik bedoel, mij helpen, dat is de kwestie niet. Hoe wil je jezelf helpen? Vind je dit belangrijk dat dit gebeurt? Ja? Ja. Als jij dit belangrijk vindt dat dit gebeurt, ja, dan hou het niet alleen maar bij Facebook berichtjes sturen, maar participeer. Juist, en dat is ook een beetje, ik ga het ook vertellen ook, Tilasmi is timmerman, die werkt zich uit de naad, maar die heeft de afgelopen weken niet kunnen werken als timmerman, alleen om dit te bewerkstelligen. Zelf bekostigd, thuis alles zeg maar, moeten regelen samen met Ilse om ons dit te geven. Dus die andere kant van inkomsten is er niet meer. Er gaan alleen maar dingen uit. En als ik zeg, je krijgt wat je geeft, dan moeten er ook weer dingen terugkomen. En die dingen die gaan terugkomen. En ik denk dat we ergens een modem moeten vinden of een forum waar we bij elkaar komen en waar we elkaar gaan versterken. En ik denk dat jij daar ook zometeen nog een rol in blijft. Zeker dat je een rol in blijft spelen. Op welke manier er ook op de achtergrond. Of in ieder geval het initiatief zoals dit. Dat kan niet en dat mag niet doodbloeden. Dit gaat door. Nou, kijk, ik ben het begonnen als een beetje doldwaas. Ben ik zo zeker met elkaar. Op het moment dat ik denk van nou, de tijd is gekomen, de gelegenheid is er. En ik had genoeg geld in mijn zak zitten. Ik ga niet mensen bij elkaar roepen. Ik denk van nou, laat ik even mijn plan laten eens gaan doen. Want er lopen plannen genoeg rond. En mensen die proberen allemaal dingen. Het lukt allemaal maar niet. Ik denk nou, ik gooi alles erin wat ik heb. En met het idee dat marktwerking, als iets werkt, dan werkt het. En werkt het niet, dan word je gewoon afgestraft door de markt. Dit is de markt. Financieel loopt het gewoon, kan ik hier niet van rondkomen, dus ik moet weer gaan werken. En dat doe ik elke keer. Dan werk ik een half jaar of een jaar en dan doe ik weer zo'n projectje als dit. En daar ben ik weer zover. Ik moet dus gaan werken om misschien als de crisis niet heeft doorgeslagen en alles in een grote chaos is veranderd, dan ga ik het weer een keer proberen. Ik blijf mijn best doen. Elke keer weer, want ik geloof er namelijk in dat iedereen, als iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid zou nemen in deze maatschappij, dan zou het daadwerkelijk alles veranderen. En ik kan wel gaan zitten wachten tot anderen het gaan doen. Ik vind dat je het altijd zelf moet gaan doen als eerste. Ja. Ik ben geen klager, ik ben een doer. Prachtig. Daarom sta ik hier, daarom is dit er allemaal, daarom zijn jullie hier allemaal, daarom ben jij hier. En ik ga ook niet vragen om hulp.
ik denk als mensen beseffen dat dit belangrijk is, dat we een plek hebben om samen te komen, dat de informatie wordt gedeeld, dat we met elkaar kunnen netwerken, dat we kunnen zorgen dat we de grond weer claimen waarop we lopen. Dit is onze aarde, dit is ons land, dit zijn onze vrienden. Ja, sorry dat ik ben moe. Ik heb gewoon 9 weken keihard gewerkt gegaan. Maar dit is onze plek. En ik wil toch gewoon allemaal weten dat dit onze wereld is waar we in staan. En wij kunnen het veranderen. Wij kunnen het doen. En het enige wat nodig is dat we het gaan doen. Alle gevangenissen die wij verzinnen, die zitten in ons hoofd. Die bestaan niet. Ik ben een paar jaar geleden begonnen. Ik heb een filmpje gemaakt. Ik zat te rennen om me rond te komen met bedrijven. Ik heb allemaal belastingformulieren retour afzenden gestuurd. Ik zeg, dit systeem werkt niet voor mij. Dit systeem werkt, dat is een computer. Die bepaalt alles voor ons. Het is onmenselijk. Zolang wij meedoen, blijft dat systeem bestaan. Het bestaat alleen maar door de gratie van ons. Als wij het niet veranderen, verandert er niks. En ik sta hier alleen maar weer gewoon. Ik zal het weer gaan proberen, want ik heb hoop. Ik zie alleen maar goed in mensen. Het enige wat ik zie is goed in mensen. En ik geloof dat wij hier een mooie wereld van kunnen maken. En omdat ik dat geloof, blijf ik doorgaan. Dit is een nieuwe dominee, of niet? Applaus voor de... En Ilse, we zullen jou laten zitten. Ik wil je eigenlijk hier vragen, maar dat doen we dan niet, hè? Maar jij ook muziek. Bedankt, allemaal. Nou, en ik wil eigenlijk... alle mensen die gewoon... mee hebben geholpen, die geld hebben gegeven, zoals Peter en Haring. Dylan, die gewoon elke avond aanwezig is, elke dag om alles op te bouwen. Ilse, Igor Kam, de cameraman, elke keer aanwezig, die gewoon doen, die niet vragen, niet overleggen, niet doen, gewoon instappen en het doen. Ja, mensen die vaste avonden komen, die zeggen, ik help alleen maar door te komen en hier wat geld neer te leggen. Ja, dus het gaat er gewoon om. Er zijn al heel veel mensen... Je moet niet in mijn oor praten. Als ik aan de microfoon zit, dan kan ik niet. Ik word in mijn oor gepraat. Sorry. Het gaat, maar in ieder geval bedank je wel voor iedereen die hier gewoon elke keer aanwezig is. Gewoon, en alle gasten die al die avonden hier zijn geweest. Wat zeg je? Dragan, ja, sorry. Dragan natuurlijk, van de Libertijn. Er zijn mensen... Al die mensen die hier gewoon echt elke keer staan... Ja, dat is gewoon fantastisch. Dank je wel, al de mensen die hun weer steunen. Dank jullie wel. Alle mensen die hier zijn gekomen, alle muzikanten, dank jullie wel. Alle gasten die hier zijn geweest, dank jullie wel. Dank jullie wel. Applaus voor jullie zelf. Ja, goed. Nou, Robert had het over... verbeteren in plaats van verbitteren. En daar heb ik een liedje over. En is voor jullie hier. Hello there, time. Sick rascal, you. I'm trying to finish this song before dawn. Hello there, time. Stop pushing me. Too comfortable where I am. Will this all change tomorrow? I don't know. But let's face it together, we crawled out long tunnels of regrets and rage. Not to compromise, but seek the light. So please take your glass and fill it with hope. Raise it to those who live young. Good night time, even though you stay awake, I'll stop worrying about you and live on. Good night time, see you when I wake up. I'm too comfortable where I am. Will this all change tomorrow? I don't know. But let's face it together, crawled out long tunnels of regrets and rage. Not to compromise, but seek the light. So please take your glass and fill it with hope.
is it to those who live young? Crawled out long tunnels of regrets and rage, not to compromise but seek the light. So please take your glass and fill it with hope and raise it to those who live young. Thank you. Dankjewel. Thanks.